Een samenwerking tussen Suriname en Nederland op het gebied van mangroven is volgens professor en hydroloog Siunat Naipaal een versnelling van het proces in het project. Onze redactie sprak de professor kort na het oriëntatiebezoek van premier Mark Rutte van Nederland te weg naar zee. Op deze plek is Naipaal samen met zijn team al jaren bezig een natuurlijke bescherming te bouwen voor het planten van mangroven. Door het bezoek van de delegatie komt er meer interesse vanuit Nederland voor de Surinaamse aanpak op het gebied van milieubescherming. Het is niet alleen maar Suriname dat nodig heeft mangroven bij zo'n praten, maar ook de hele wereld. Omdat mangroven heel veel doet aan klimaat. Bijzonder veel. En positief ook. Dus ze kunnen hierin inkomen op verschillende manieren. Ik noem het één, zij wordt ook in hun mond aangenomen het woord carbon. Heel veel koolstof wordt vastgelegd en koolstof hebben ze nodig. Ze zijn koolstofproducerend land, we zijn een koolstofnegatief land, bij wijze van praten. Dus dat betekent dat we kunnen onderhandelen. Dat betekent dat ze resources kunnen vrijmaken voor ons en die resources kunnen we hier gebruiken voor het mangrovebehoud en alle andere voordelen daaruit kunnen halen. Dus wanneer deze twee zaken bij elkaar komen, dat is een verschrikkelijk groot voordeel. Dat kan je heel snel doen. En dan zien de mensen ook snel de resultaten. En dat is wat ik in feite nodig heb en wat wij in feite kunnen voorleggen aan onze bevolking, onze local communities hier, de gemeenschappen die aan de kust wonen. Niet alleen de weg naar zee is er mangroven nodig, zegt Naipaal. De samenleving is er nu van overtuigd dat andere plekken, zoals Komowene, die ook veel afkalvingen en landverlies hebben ervaren, eveneens baat hebben bij de bescherming die mangroven biedt. Die heeft ook kennis genomen in Digipan wat daar gebeurt. En overal heb je het probleem op de gang. Het is een grootschalig ding. Ja, het is een grote schaal. Het is wateroverlast, maar als gevolg van te hoge waterstand in de zee. Die in feite niet doorbreekt verder. En als we dus niet ervoor zorgen dat er een ander systeem komt om dit een beetje op te vangen, de golven, dan zijn we in feite bekeken. Dan moeten we echt verhuizen. Of je kan niet een dijk bouwen dat maar hier aan het begin. Ik laat de Coroni zien. Coroni is een dijk gebouwd, maar nu ten oosten van Coroni is de zee bijna aan de oost-westverbinding. Ten westen ook dezelfde situatie. Wat is de reactie nu? Ga je daar doortrekken? Bijna niet mogelijk. De president heeft aangegeven, we hebben geen geld. Vandaag zie je ook aangegeven. Het kost echt duur. Omdat het niet op één plaats gaat, het gaat op verschillende plaatsen. Maar we hebben aan de methodologie en technologie. Nederland is ook bezig met mangroven, maar dan in Indonesië. Ik weet dat Nederland ook bezig zijn in Guyana. Waarom is Suriname niet? Naipaal zegt dat Suriname genoeg kennis in huis heeft om met de rest van de wereld te delen. Na afgelopen 7 jaar is daarvoor het bewijs geleverd door de mangroven aanplant de weg naar zee. De wetenschapper zegt dat op de plekken waar hij beplant heeft, de natuur intact is gebleven en de vegetatie bloeit. Dit in vergelijking met plekken waar het tegenovergestelde het geval is.